Goedemorgen. Goedemorgen. Suzanne Barnevliet, ga je therapeut. U mag plaatsnemen. Heeft u het een mogelijk kunnen vinden vandaag? Ja, geregeld. Ja? Wel. Oké, okay, nou, ten eerste welkom. U bent voor het eerst bij een huidtherapeut, heb ik vernomen. Ik wil kort heel even uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren bij zo'n eerste afspraak. Bij uw eerste afspraak vindt er altijd een anamnesegesprek plaats. Dat houdt in dat ik allemaal vragen stel over uw gezondheid en waarom u komt. Zo kan ik erachter komen wat ik voor u kan doen en hoe ik u kan helpen. Ik wil u verder ook nog vragen of u het goed vindt als dit gesprek wordt opgenomen. Ja, dat is goed. Ja? Super, bedankt. Kunt u me misschien wat vertellen waarom u bent gekomen? Ja, nou, ik ben vandaag gekomen omdat ik een litteken op mijn arm heb. Mm-hmm. Die wil ik graag zorgen dat die niet zichtbaar is voor de bruiloft waar ik binnenkort heen ga. Voor de foto's. En u zegt dus het litteken, dat zit dus op uw arm? Dat zit op mijn arm, ja. En waar zit dat precies op uw arm? Het is ongeveer van hier tot hier, dat stukje. Oké. Heeft u last van het litteken? Nee. Pijn of jeuk? Nee. Geen last meer. Ja, het is lelijk om te zien, maar voor de rest heb ik er geen last van. Oké. U zegt het is lelijk om te zien. Vindt u dat zelf ook? Heeft u daar moeite mee? Nee, dat dan weer niet. Maar ik heb het gewoon liever niet op de foto's. Oh ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dus als ik het goed begrijp, dan wilt u dus dat litteken gecamoufleerd hebben. Heeft u dat zelf al eens geprobeerd thuis? Nee, dat niet. Nee. Komt het in de familie voor dat littekens dik worden of bollerig zijn? Nee. Oké, top. En die bruiloft waar u naartoe gaat, speelt die zich vooral buiten af of binnen? Of misschien een mix van allebei? Vooral binnen. Oké. Okay. Dus als ik u goed begrijp, dan is het dus voor één keer wilt u de camouflage aangebracht hebben? Als ik u goed begrijp? Ja. Ja? Dan wil ik u verder nog, heel kort even samenvatten wat u me allemaal heeft verteld. Om zeker te weten dat ik niets vergeet. Als ik iets vergeet, dan mag u me altijd aanvullen. Dus u gaat naar een bruiloft, die is vooral binnen. En uw litteken wilt u dan gecamoufleerd hebben. Ja. En dat is eenmalig. Dat is eenmalig. Oké. Ben ik iets vergeten misschien? Niet dat ik weet. Nee. Heeft u tot nu toe nog misschien vragen voor mij die je kan beantwoorden? Ja, dat is wel klaar. Oké, top. Dan mag u zo uw schoenen uitdoen en plaatsnemen op de behandeltafel. En dan gaan we over naar het onderzoek. Ga ik naar uw litteken kijken en voelen. Dan komt het goed. Oké, dank u wel.